Hoi, hou jij ook zo van puzzelen? Ja, dat kan in een puzzelboekje. Maar je kan ook op tafel zo'n grote puzzel uitleggen. Wij thuis hebben van die puzzels met 1000 stukjes of meer, 1500 stukjes. Van Haanstra. Misschien ken je het wel, zo'n van die echt van die zoekplaten. En daar ben je wel even mee bezig om zo'n puzzel te leggen. En het is vandaag zaterdag, dus alle tijd, tenminste als je niet naar een of andere sportvereniging moet natuurlijk. Om eens te gaan puzzelen. Maar hoe teken je nou zo'n puzzel? Doe je mee, dan gaan we een puzzel tekenen. Puzzel. Hoe gaan we een puzzel tekenen? Ja, vandaag puzzeldag. Dus laten we nou eens een puzzel tekenen. Nou, ik heb in mijn workshops gebruik ik ook de puzzel. En eigenlijk is het een rondje, een kwart van een vierkant. En dan een rondje naar binnen, half rondje daar ook. Weer een kwart van een vierkant, een kwart van een vierkant en weer een rondje naar buiten toe. Een puzzelstukje. Kan je dat, kijk, en hieraan kan je dan ook weer een puzzelstukje tekenen. Zo. Zie je, en zo kan je door. Dan krijg je een hele puzzel. En dan komen we hier wel een beetje in het gedrang. Maar dat hoeft niet. Dat kan ook zo, hè. Oh, wacht. Ja, dat is het. Dat is het natuurlijk. Sommige puzzelstukjes zien er anders uit, hè. Nou, we kunnen een hele puzzel maken zo. Wat je natuurlijk ook nog kan doen, is eerst een raster tekenen. Dus als je nou eerst met potlood een vlak tekent met allemaal vierkantjes. Of andere vormen. Je kan natuurlijk ook kiezen voor andere vormen. Als je nou zegt van het hoeft hem heel dun op te staan. Dan gaan we natuurlijk met stift invullen. Kijk, want nou zeg ik een kwart vierkant. Rondje, kwart vierkant. Rondje, rondje. Kwart vierkant. Rondje, kwart vierkant. Zo. Kwart vierkant, rondje. Kwart vierkant, binnen. Kwart vierkant. Zo. En dan volgen we een beetje die lijnen van die puzzels. Zo. Zo krijgen we een hele leuke puzzel. Nou, zou ik het hele vlak vol gaan. En je hebt een puzzel. Ik zie jullie morgen in de volgende video. En ik zou zeggen, puzzel ze.